Yannis Anastasiou. 2-1 verlies tegen Panathinaikos. Wat is uw analyse van deze wedstrijd? Ja, ik vond dat... wij hebben te veel onnodige foutjes gemaakt. En dat is ook op dit niveau dat kostbaar kunnen zijn, zoals het gebeurt. Wij hebben het gewoon 2 keer de ballen makkelijk weggeven. En de organisatie klopt niet achter en we krijgen 2 doelpunten tegen. Maar dat zijn ook de bedoelingen om deze soort tegenstanders te spelen. Je ziet dat op dit niveau, als je foutjes maakt, ben je meteen afgestraft. Wij moeten leren, we moeten gewoon voorzichtig zijn. En zeker, we moeten gewoon een hoger tempo spelen, want de tempo is niet echt goed vandaag. Maar aan de andere kant, dat is ook de vermoeidheid. Want de jongens zijn ook hard te werken. Zijn gewoon goed. We zijn alleen maar bezig met, om hard te werken en op niveau te komen. Ja, en tussendoor de wedstrijd te spelen, maar... We zijn goed bezig. Nu, je wisselde niet aan de helft. Weet je later, was dat een bewuste keuze? Ja, en dat was gewoon de idee. Was gewoon de jongens, want over de paar weken, 2 weken, 2,5 weken begint de competitie. We willen gewoon zeg maar, een beetje automatisme, een beetje ook vastigheid in het team geven. Zeker in een aantal posities. En zeker voor sommige jongens, ze moeten gewoon minuten maken om in de ritme te komen. Want 45 minuten nu is het ook is niet genoeg. De jongens moeten gewoon meer dan 60 minuten spelen. En dat was de bedoeling. En ja, we hebben nog aan de wedstrijd op zaterdag, volgende week ook wedstrijden. Dus iedereen kan proberen gewoon zoveel mogelijk, zo lang mogelijk op het veld staan. En dan kijken gewoon wat is de beste opstelling voor de start van de competitie. Was het voor u speciaal om tegen Panathinaikos te spelen? Ja, het is leuk. Het is een club dat ik heb daar 2,5 jaar gewerkt. Goede vrienden, veel mensen, bekenden. Het was leuk, maar het was gewoon een wedstrijd, een oefenwedstrijd.